Hey iedereen, ik ben Dr. Meulenaar, cosmetische arts bij Praktijk van Injectables. Vandaag gaan we het hebben over iets dat we allemaal hebben, maar misschien niet volledig begrijpen. Onze huid en meer specifiek de opperhuid. Waarom is dit belangrijk? Omdat de opperhuid de basis is van veel cosmetische behandelingen. En als je die begrijpt, kun je betere keuzes maken voor je huidverzorging. De huid is opgebouwd uit 3 lagen, de epidermis, dermis en subcutane weefsels. Vandaag focussen we op de opperhuid, de buitenste laag die het meest zichtbaar is. Laten we het hebben over keratinocyten. Dit zijn de bouwstenen van je opperhuid. Ze maken een eiwit aan, genaamd keratine, wat je huid sterk en flexibel maakt. Keratinisatie is het proces waarbij deze cellen langzaam naar het huidoppervlak bewegen en uiteindelijk afsterven om een beschermende laag te vormen. Dit is essentieel voor de gezondheid van je huid. De opperhuid heeft verschillende lagen van de basale laag, waar nieuwe cellen ontstaan tot de hoornlaag die als een schild functie. Elke laag heeft een specifieke functie. Bijvoorbeeld, de basale laag is verantwoordelijk voor celvernieuwing, terwijl de hoornlaag je beschermt tegen externe factoren. De celcyclus is een continu proces, maar wist je dat dit kan worden beïnvloed door ziekte en veroudering? Daarom is goede huidverzorging zo cruciaal. Groeifactoren zoals EGF en TGF spelen een grote rol in de snelheid waarmee keratinocyten zich delen en differentiëren. En dit is belangrijk voor een gezonde huid. Hydratatie is niet alleen fijn, het is essentieel. Natuurlijke hydraterende factoren en lipiden helpen je huid vochtig te blijven. Dus door de opperhuid te begrijpen, kunnen we beter cosmetische behandelingen bieden en kennis is macht, mensen. Heb je vragen of wil je meer weten? Laat het me weten in de comments. En vergeet niet te abonneren voor meer diepgaande, maar begrijpelijke huidverzorgingstips.